We zijn bij Van Velzen Rally Sport in Stompwijk. Bij misschien wel de laatste perspresentatie voor deelname aan de Afrika Eco Race. De laatste, daar komen we wel achter. Kijk u zelf, is de perspresentatie verlopen zoals je die wilde? Ja, eigenlijk wel. Het was een hele goede opkomst. De hoop sponsors zijn langs geweest. Familieleden van de teamleden. En mijn maatje Rick Winkelman. Nou, die heb eigenlijk op één na alle televisierallies die ik gereden heb hij voice-over gedaan. Dus hij vond het ook wel een speciaal moment als ik in principe mijn laatste ga rijden. Dat is een grote buiten Europa. Dat hij dan samen de presentatie wil doen. Maar zo'n perspresentatie in zo'n klein dorp met heel veel allure, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nou ja, weet je, we doen het al een paar jaar natuurlijk. En we hebben in die jaren best wat een en ander bereikt. En ook best wel mooie eindklasseringen gehaald. De laatste 5, 2x4, 2x3 en 1x2. Ja, dan krijgen we zelf aandacht. Ze zeggen wel eens, als je wint, krijg je vrienden. En dat is wel een voordeel, dan krijg je wel de aandacht die je nodig hebt, ook voor je sponsoring en dergelijke. Stop je nou met de grote desert challenges of ga je ermee door? Nou, in principe is dit mijn laatste grote rally buiten Europa, dat heb ik steeds gezegd. En eigenlijk gewoon een aantal hele simpele redenen. Sponsortechnisch wordt het steeds moeilijker om het rond te krijgen. Dat kost je enorm veel tijd en energie om dat steeds meer voor elkaar te krijgen. En na 9 jaar, dan dadelijk 10, dan ja, heb je heel veel uren gekost om eigen fysiek klaar te maken. Ik dag, als goed is een dag na ik terugkom, word ik 55. Nou, in Marokko, de top 10, daar werden wij een vierde. Maar de oudste was 10 jaar jonger dan ik. Dus het wordt steeds moeilijker om je eigen fysiek sterk genoeg te maken en fit genoeg te worden om zo'n rally te rijden. Op het niveau dat ik hem gewoon per se wil rijden. En als je dan terugkomt, het herstel wat vroeger een weekje was, ja, dat is inmiddels ook naar de 2,5 gegaan. Ik heb nu zelf zoiets van, ik wil deze rally maximaal presteren. En dan daarna ga ik wel weer kijken. Als je terugkomt, heb iedereen op zijn eigen manier een bepaalde emotie. Dus dan ga ik mijn team niks vragen en we gaan gewoon in maart bij elkaar komen. En ook de jongens zullen daar een stem in hebben. We zijn allemaal gelijk. Er is er niet één belangrijker. We zijn gewoon alle 7 gelijk en we gaan met 7 man op pad. En moeten gewoon maximaal eruit halen wat erin zit. We beseffen dat het uiteindelijk natuurlijk gaat om die race daar in die woestijn. Hoe is dat überhaupt om achter te blijven? Ik ben altijd heel graag thuis. Dus het is voor mij geen probleem om achter te blijven. Ik ben ook niet de enige die met de informatie bezig is. Want we hebben natuurlijk Alex ook die de website en ook veel in de, voor ons doet tijdens de afwezigheid van het team. In de perspresentatie zei jij desgevraagd door Rick Winkelman. Zolang de satelliettelefoon niet gaat, vind ik het prima. Ja, de satelliettelefoon, dat is echt wel een dingetje. Die gebruiken ze alleen als er echt een noodsituatie is. Dus ja, weet je, je hebt wel eens vraagtekens van, goh, je ziet dat ze lang stilstaan. Wat is er aan de hand? Dat kunnen heel veel dingen zijn. Hè? Dat kan zijn dat een ander een ongeluk heeft gehad, dat ze daar assistentie bij verlenen. Het kan zijn dat ze technisch problemen hebben. Dus je moet je eigen daar ook niet gelijk druk om maken. In het begin, bij de eerste rally, eerste twee rallies, zag je wel eens dat het systeem uitviel. En dan werd ik wel eens door familie, vrienden gebeld, geappt van, goh, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja, weet ik niet. Ik heb niks gehoord. En dan zeg ik altijd maar, joh, zolang we de satelliettelefoon niet horen, gaat het goed. Je kunt volgens mij Aad en ook je zoon Michel uit een rally halen, maar volgens mij haal je de rallysport niet uit die twee mannen, want ik heb begrepen dat ze het overwegen om in een buggy te gaan doen. Ik denk inderdaad, wij zeggen wel eens het is een virus en daar ben je mee besmet en daar kom je niet meer vanaf. Ik denk dat jij een van de eerste was die te horen kreeg dat het voor Aad zijn laatste grote woestijnrace zou worden. Wat was jouw eerste reactie op dat moment? Nou ja, je weet hoe druk hij het ook hebt hier zo. En nou straks als het goed is met de bouw van het huis en noem alles maar op. Ja, dan is het eigenlijk aan de ene kant wil je nooit dat iets stopt. Maar aan de andere kant weet je ook wel dat het eraan zit te komen. Dat dit eigenlijk ook wel, het komt niet helemaal uit de lucht vallen, laat ik het zo zeggen. Nee. Heb je er zin in? Absoluut. En heb je daarna ook nog zin om die kleinere Europese rallies te gaan rijden? Want ja, dat is nog wel jullie voorland.
Ja, nou ja, er zijn een hele hoop rallies waar we ook nog nooit zijn geweest. Het zijn rallies van 2-3 dagen heb je ook. Ja, dat zijn allemaal weer nieuwe dingen, dus dit hebben we al een paar keer meegemaakt. Ja, en alles wat nieuw is, is natuurlijk ook leuk. Dit was een hele indrukwekkende perspresentatie. Volgens mij de mooiste ooit. Vond je hem de mooiste? Ja. Nou, dankjewel. Ja. Dan gaan we eruit met een Big Bang. Hè? Je gaat al even terug met hem. Hoe beschrijf Atis als coureur, als organisator, als man? Nou, als coureur is voor mij moeilijk, want ik zit niet in de rallytruck. Ik kan hem alleen beschrijven zoals ik hem erin zie stappen en eruit zie komen. Nou, erin ziet stappen is eigenlijk altijd wel met een glimlach. En eruit zie komen, ik zie vrij snel aan zijn gezicht van, oh, dit is goed gegaan of niet. Dus dan weten we al vrij snel, even een bak koffie en eerst even zitten. En gelukkig 9 van de 10 keer is de grote glimlach waar ze mee uitstappen. Als organisator, ja, wij hebben allebei dezelfde afwijking. Alles moet recht, alles moet in duo's. Dus wat dat betreft is het goed schakelen. We hebben allebei alle bakken zoals het ingepakt is en gelabeld. Ja, dat is hoe we dat allebei fijn vinden. Zoeken hebben we een hekel aan. Dus daarin vinden we elkaar wel. Ik vind het heel leuk om erbij te mogen zijn als burgemeester. Als mensen in Leidschendam-Voorburg, Stompwijk iets bijzonders doen en meemaken. Dus dat was de eerste reden om ook hierbij te willen zijn. Ja, en ook nu weer de uitleg wat ze doen. En hoe ze dat samen doen en hoeveel passie erin zit in het teamwork. Niet alleen in de prestatie, maar ook passie voor het teamwork. Ik vind het echt wel inspirerend ook. Ik heb er 2 woorden voor. Misschien kunt u daar ook uw woorden aan geven. Passie en allure. Ja, wat ik dus heel interessant vind is ze gaan 100% voor het resultaat. Maar je merkt aan alles dat voor hen het samen doen ook resultaat is. En dat vind ik ook echt interessant, want als je ook hoort, hij vertelde ook even buiten de oploop, heb ik een paar dingen mogen horen. Hoe snel ze bijvoorbeeld onderdelen kunnen vervangen. Nou, dan echt blind vertrouwen, maar ook precies weten wat iedereen kan. En natuurlijk voor ieder team is dat wel gaaf. Als je zo goed op elkaar ingespeeld bent, dat je gewoon echt in minuten sneller dan een ander kan zijn in iets vervangen tijdens zo'n drukke race en zo. Dat vind ik echt wel interessant. Gaat u de Afrika Eco Race volgen? Nou, voor zover dat op tv komt, ga ik het zeker allemaal kijken. En nu al helemaal. Ik wens u daarbij veel plezier. Ja, bedankt. Even voor het beeld. Hè. Dus 30 december beginnen ze. Met naar het zuiden afreizen. En dan gaan ze overvaren. En dan gaan ze in de linkerkant van Afrika racen. Dus iedereen die denkt van ik vind het leuk. 30 december is het begin.